samen met je vader naar het voetballen te gaan? Nee. Ja? Hoe vaak heb je het over voetballen met je vader? Heel vaak. Ja? En welk vak zit je met hem? Vak Z. Vak Z. Wat voor type mensen zitten daar? Volgens mij is dat de gezinstribune. Met wie gaat hij altijd naar voetballen? En met mijn vader en met een vriend van mij. Oh, wie ga jij naar het voetballen? Met deze jonge man en met mijn ex-man. Dat is uw zoon, hè? Ja. En met wie nog meer? Met mijn ex-man. Met de ex-man, wie is dat? Theo. Theo. Broer, zus? Vriendje van Marco. En broer en zus komen toevallig vandaan. Hey, Teun! Okay. Marco! Jullie gaan altijd samen naar NEC. Ja. Wat bindt jullie? Ja, het is een spelletje. Het is mijn schatje. Mijn schatje? Spelletje. Ja. Nee, maar wat? Man. Familie van u? Nee, ja, mijn zoon. Mijn zoon? Ja. U gaat altijd met uw kleinzoon aan het voetballen? Ja, nee, ja. Ja. Hoe lang doet u dat al? Het is het derde jaar, hè? Dat is ja, het derde jaar. Ja? Ik zit hier nog, laten we zeggen, met een pot shell. Ik kom net van het voetbal af. Waar heb je gespeeld? Ik heb gespeeld tegen Hatert voor de beker. Hatert 3 of 4. En 3-3. We zijn extra vroeg begonnen. Vanwege deze wedstrijd? Vanwege deze wedstrijd. Voor het voetbal is alleen maar leuk met anderen te delen. Het NEC-gevoel, denk ik. Ja, het NEC-gevoel is moeilijk uit te leggen. Daar word je mee opgegroeid. En je raakt ermee besmet en je komt er nooit meer vanaf. Ja. Hoe gaan jullie naar het voetballen? Met wie? Zijn jullie vrienden? Lopend? Lopen. Waar wonen jullie? In de Guldenstraat in Nijmegen. Okay. En waar wonen jullie allemaal in de Guldenstraat? Ja. Wat bindt jullie met elkaar? NEC, hè? En het gevoel van NEC, hè? En het burengevoel, hè? Ja. Buren en NEC. Buren. Ja. Praat je de straat zo over NEC? Altijd. Ja? Ja. Alleen maar. Hoe belangrijk is NEC voor jullie? Heel belangrijk. Ja? Moet ook zo blijven zoals het is. Ja. Met wie gaat u het liefst naar voetballen? Ja, met mijn man en de rest van de familie wie binnen zit te wachten. Veel plezier. En hoe volgt u het voetballen? Live, hè? Maar ook via de krant, via internet? Via de krant en de Eredivisie-kanaal. Eredivisie-kanaal ook, ja. Dus NEC is best belangrijk in uw familie? Ja, redelijk, ja. Ja. Praat u over NEC? Vooral op het werk. Ja? Ik werk in Arnhem. Oh, blijft het wel zwaar zeker? Nee hoor. Nee? Met wie praat u over NEC? Met iedereen die het niet wil horen. Ik werk in Arnhem, dus okay. dat is leuk. En vinden mensen het leuk om met u over NEC te praten? Nou, de meeste niet. De meeste niet? Nou, in ieder geval op mijn werk niet. Kom, doe eens één keer wat goed. En familie, vrienden? Ja, die wel, hè. Ja. Die zoek je erop uit, hè. Ja, ja. Als we weinig te vertellen hebben, dan... Hoeveel uur besteedt u daaraan? Op weekbasis? Ja. Ja, vind ik lastig. Ik ben elke dag wel mee bezig. Zowel via internet als via andere mensen. Dus van wie heb je dat overgenomen, die virus? Ja, van mijn vader, hè. Dat gaat van vader op zoon, daar doe je niks aan. Hoe belangrijk is NEC voor u? Nou ja, ik heb een seizoenkaart, dus dat is echt genoeg. Welk vak zit u? X. Beetje jammer. En hoe vaak heeft u het over NEC? Elke dag. Nou, op het werk iedere dag. Ja? Ja. Hoe doet u dat? Aan de koffie? Of via internet? Ja, koffie of via Hives of weet ik veel. Ja. Ja, heel leuk. Hoe belangrijk is voetbal voor u? Ja, is toch wel belangrijk, ja. Ja? Met wie praat u erover? Of thuis, of boy, en vrienden, kennissen. Praat u er vaak over NEC thuis? Ja. Hoe belangrijk is NEC voor jou? Heel belangrijk. Ja, praat je op school veel over? Ja, en welke club? Maandag. Oké, okay, in de klas? Ja. Kringgesprek. En op, bij de voetbalclub? Nou, ik voetbal zelf bij NEC. Dus je voetbal zelf bij NEC? Oké. Okay. Veel plezier vandaag, hè? Is goed. Ja. Mijn werk heeft weinig zin, want ik werk in Neerijnen. Dat is de buurt van Gorinchem. Ja, maar daar weet wel iedereen dat je van NEC bent waarschijnlijk. Ja, het begon met NEC en het is uiteindelijk toch NEC geworden.
Het duurt even, maar uiteindelijk... ja, je praat laten we zeggen, met je familie over en inderdaad met mijn teamgenoot van voetbal. Daar moet ik het van hebben. Ja. Ja. Internet? Internet houd ik wel een klein beetje bij, maar niet meer dan bepaalde artikels lezen. Ja. Omdat ik geen Gelderlander heb, want ik woon in Schiedam. Woon je in Schiedam? Ik woon in Schiedam, ja. Ja. Ben je een echte NSC'er? Ja, ik ben, je kunt wel horen, ik ben geen echte Schiedammer. Ja. Ik kom uit de buurt van Druten, maar wat ik kan volgen... Dus je wil alles van NEC weten? Ik wil alles van NEC.